Ik ben Kevo Sleep, welkom bij een nieuwe Brawl Star minigame video. Ik heb denk ik vandaag wel een van de beste minigames ooit. Denk ik zelf. In ieder geval, ik vind hem echt heel nice. Het is namelijk Pak de Boeven. En dit was namelijk een idee van chef Nicolas. Die had dit achtergelaten in de comments. Minigame, politie en boefje. Gene, politie met zijn super boevenboel. Lijkt het dat Joran het ziet? Bowser Army. De comment ja, was niet heel uitgebreid. Verder was niet verder hoe ik dit moest gaan doen. Maar het idee snapte ik. Je moet gewoon de boevenboel pakken met de super van Gene. En ik heb een perfecte map daarvoor gemaakt. Al zeg ik het zelf. Ja, ik heb weer even lopen knutselen in Brawl Stars. Je begint daarboven allemaal. De twee jeans nemen de blauwe teleport en die gaan naar links. En dan heb je daar een eilandje en vanuit daar gaan de jeans spelen. En alle bulls moeten naar rechts. Die zitten in de gevangenis, dus dat is rechts is de gevangenis. En de jeans moeten de bulls daaruit zien te trekken. En de twee laatste bulls die over zijn, die hebben gewonnen en die mogen dan het potje daarna jeans zijn. En de bulls die moeten dan naar de pijl waar de pijl toe staat. Daar moeten ze naartoe springen, zodat ze echt gevangen zitten. Ik vind het echt een geniaal alle minigame en het gaat sowieso nice worden. En als jullie er ook zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes of 3000 of 4000 likes. Maakt niet uit, het zal wel heel nice zijn. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En wil je mij trouwens supporten, dan kan Bowser hebben kleding. Ga naar www.bowser.nl en je kan mij ook gewoon supporten door de code Bowser in te vullen in Brawl Stars. Dit kost niks extra, dus een supportje bij mij mee. Wordt gewaardeerd. Maar ik begin met Gene samen met Luke. De rest is boel. En we kunnen in principe wel gaan beginnen. Ik heb het net allemaal uitgelegd, dus dat hoeft niet meer. Ik had al mensen toegevoegd. En dan gaan we eens kijken hoe het eerste potje gaat. Hopelijk is meteen alles duidelijk. En hoeven we verder niks uit te leggen. Ja, ik vind hem echt geniaal. Ik vind hem echt geniaal. Dus alle bulls gaan naar rechts. Alle jeans gaan naar links. Let's go. Oké, dan moeten wij dus onze super op elkaar halen. En dan kunnen wij zo meteen wat hissen. Oké, ik heb al mijn super. En dan kunnen wij nu proberen die bulls te pakken. Ik ga bananenpower pakken. Ja hoor! Ja, er zijn er al twee. Oké, ik ga er gewoon even... Ze moeten hun super naar midden springen. En dan ga ik gewoon eventjes hier een paar hits doen. En dan kan ik... Hoppatee, heb ik mijn super. Ze zitten nu daar met z'n allen. Ik ga eens kijken of... Wow, nee, ik heb er weer geen kunnen pakken. En trouwens, het is wel handig dat ze daar in het midden zitten. Oh, hij heeft nu gekild. Nou ja, is niet anders. Die bulls die hadden toch al verloren. Dan maak ik, wat doet die pinda dan? Yo. Oké, top. Hij moet nu die jump nemen naar het midden. Kan ik ze helemaal daar aan het eind pakken? Nou, volgens mij niet. Kan ik ze daar? Eigenlijk moet Pinda nu daar naar. Kan je. Of heb ik die map net te kort gemaakt? Volgens mij heb ik hem net te kort gemaakt. Ah, ik heb hem net te kort gemaakt. Nee. Oké, dan moet ik nog even aanpassen. Dan ga ik zo meteen even aanpassen. Maar jullie snappen het idee. Jullie snappen het idee. Ik zie jullie zo meteen weer. Want dit is nu bijna niet te doen momenteel. We kunnen hier nu. Ja hoor, we hebben er eentje. Oh no! Oh nee. Oh shit man. Oké, we doen zo meteen eventjes nog een keer. Maar we hebben nu al twee winnaars. Ja, Face, Timbo en Not Mike die hebben gewonnen. GG's naar hun. Laten we doorgaan naar de volgende ronde. Nou, daar gaan we dan. Ronde nummertje 2. Ik heb de map ietsjes aangepast. Je ziet het bijna niet. Maar ik heb het rechts net één tikje kleiner gemaakt. Zodat je... al die bulls en zo. Oké, let's go. Oké, eventjes snel hier naartoe. Ik wil hier even heel snel weg. Ik wil even snel naar de andere kant. Want ik heb het idee dat ze dan sneller daar gaan zitten. Maar kijk, nu kunnen de jeans hier overal bij. En dat is net wat chillen, zeg maar, voor de jeans. Oké, daar is het. Oeh, ik wil bij die andere bos blijven. Ah, oh, dat scheelde niks. Maar nu kan die jeans, zeg maar, overal bij komen. Hebben ze al één boel te pakken? Ik heb geen idee of ze al een boel hebben te pakken. Ik ben trouwens hele boel in met de andere skin. Oei, oh, Jerry, die is nu gepakt. En hoe verder we zijn, hoe kleiner hier natuurlijk de gevangenis wordt. In het begin kan je hem niet zo soepel verdedigen. Maar aan het eind wel. En ja, oké, we zijn nog met z'n drieën. We zijn nog met z'n drieën. Wilco, nee, GG's. Oké, dus dan moet ik hier de jump maken. Oké, en dan zit ik in de gevangenis. Wilco is nu ook gepakt. En Wilco was trouwens als laatst over. En volgens mij Banana. Wel geniaal, ik vind hem echt heel geniaal. Ik was bijna. Oké, we doen nog een potje en hopelijk kan ik die wel winnen. Ik vind het wel echt geniaal, al zeg ik het zelf. En mochten jullie trouwens afvragen, Joran, waarom heb je de pet op? Nou, ik heb net lekker gedoucht. Ik was net wezen hardlopen om een beetje fit te blijven in deze coronatijden. Ja, al het sporten gaat bijna niet door. En gewoon meteen uit hardlopen, lekker filmpjes opnemen. Maar Ice Piper YouTube, als je even op klaar drukt, dan kunnen we beginnen. Wat gaat Ice Piper YouTube doen?
Druk op klaar. Nou, ik... Ja, oké. Okay, gelukkig. Hij heeft op klaar gedrukt. Let's go! En hopelijk kunnen we nu wel bij de laatste twee komen. Ik vind het wel echt geniaal. Het is zo simpel. En ik heb trouwens rood gedaan vanwege de boeven. En ik heb blauw gedaan... kunnen we hier even langs. En blauw heb ik gedaan vanwege de politie. Even meteen naar de andere kant. Want ik heb het idee dat je in het begin hier wat veiliger bent. Ja, oké. Okay. Hoppa. Ik ben hier samen met Luc. Samen met Luc, Jerry, Not Mike, Face, Timbo. Kijk, hoe in de map net was hij voor. Dan kon je hier zeg maar helemaal aan de zijkant blijven staan. En dan had je het gewoon gehaald. Oh-oh. Dat scheelde helemaal niks. Oh-oh. Nee. Nee. Ik ga hier bij Not Mike blijven. Oké. Okay. Ik heb geen idee. Ik blijf bij een beetje bij hun. We zijn... Oh! We zijn bij de laatste drie. Oké, okay, hopelijk kunnen we dit nu halen. Ja, we hebben het gehaald. We hebben het gehaald. Ja! Ik en Not Mike, die hebben het gehaald. GG's! En dan is het nu voorbij. Het is nu voorbij. Dus dan kan ik nog een potje team wezen. Nu maakt het toch niet meer uit. Oké, okay, volgend potje. Hopelijk ga ik nu eventjes iedereen ownen. Ja, je hebt sowieso altijd twee winnaars bij de Bulls. Maar je kan natuurlijk als jeans zijnde wel heel snel iemand pakken. Oké, okay, we kunnen drie hits doen bij elkaar. En je mag nog een hit doen bij mij. Waar is hij? Ja, oké, okay, top. Dan kunnen we hier nu de Bull pakken proberen. Ik ga nu even daar. Dan heb ik er sowieso wel eentje. Ja, ik wou net zeggen. Dan moet je er wel eentje hebben. Dat kan niet anders. Ja, daar is er nog eentje. Ik zal hier nog even een hit doen. En dan ga ik hier nog eentje pakken. Eens kijken of ik ze te pakken kan krijgen. Kom hier maar! Hoppa! Daar is... Oh no! Oké, okay, die had ik... Oké, okay, ik heb hem vast nog. Jullie moeten daar naar het midden. Jullie moeten daar naartoe. En daar kan je natuurlijk ook je super op laden. Er zijn nog drie over. Wilco, Jerry en... Ik weet niet, heb je al een paar winnaars gehad? Ze houden zich niet heel goed aan de... Oh, we hebben nu twee winnaars. Wilco en hier andere. Wilco, die heb ik nu wel te pakken. Maar ze hebben sowieso al gewonnen. GG's! Oké, okay, ja, inderdaad. Wilco en Julian hebben gewonnen. GG's aan jullie. Ik ga kijken of ik nu nog een potje kan winnen. Het zou toch geniaal zijn als dat gaat lukken. Oké, okay, volgend potje. En we hebben nu een kleine verandering toegebracht. Want iedereen is nu Mortus. Oké, okay, daardoor is wel dat je elkaar redelijk snel kan killen natuurlijk. Dus daar moet je vooruit kijken. Oeh, dat scheelde niks. Dat scheelde niks. En je moet even zorgen dat één iemand de gang maakt. En dan kan je wat ruimer bewegen. Oh. Het is echt zo druk. Het is zo druk. Oké, okay, ik ga even hier naar de zijkant. Op het moment dat je wat meer ruimte hebt, is het iets meer te doen. Maar met de Bulls. Oh, moeten we nu even uitkijken. Moeten we nu even uitkijken. Oké, okay, daar was Jerry gepakt. En daar is weer iemand gepakt. Wel, yo. Oké, okay, ik ga hier weg. Dit is echt zo chaotisch. Dit is zo chaotisch. Maar dit is wel wat moeilijker voor de jeans natuurlijk om te doen. Volgens mij is één jean ondertussen dood. Als ik het goed heb gezien. Volgens mij wel. Ik dacht dat één jean dood was. Volgens mij is dat per ongeluk gegaan. En alle mortissen zijn daar ook dood. Dus daar moeten ze eigenlijk wel voor uitkijken. Oké, okay. Dus Wilco moet op dit moment zijn super op ons daar halen. En dan moet hij ons op die manier proberen te pakken. Misschien moet ik een paar kleine aanpassingen doen op deze manier met Mortis. Maar op zich wil het ook wel zo. Maar die Wilco killt iedereen. Hij moet niet iedereen killen. Dat is het probleem. Gaat hij nu nog mensen pakken? Ik ga even... Oh, er is nu weer iemand dood. Ja, dit is het probleem. Oké, okay. Okay, dit wil niet. Dit wil niet met Mortis. Was leuk om te proberen, maar we moeten het anders doen. Oké, okay, volgend potje. We gaan nu weer iets anders proberen. We gaan nu met allemaal Maxen spelen. We moeten wel uitkijken dat we elkaar niet per ongeluk killen. Oké, ik heb nu per ongeluk een teleport teruggenomen. No, dat is niet de bedoeling. Iedereen leeft nog wel, dus dat is wel goed. Oké, okay, let's go. Dan kunnen we nu echt gaan spelen. We mogen geen supers inzetten. We mogen wel gadgets inzetten. Dat mag wel. Daar is bananen alweer. En je loopt natuurlijk wel snel als Max zijnde. Dus dat is wel nice. En ik dacht, dit gaat net wat beter. Dus op deze manier kunnen we denk ik net wat beter spelen. En je kan je gadget gebruiken als eventuele escape. We zijn nog met vier over. Oh. Nee. Dat scheelde niks. Dat scheelde helemaal niks. Oh. Oké, okay, we zijn nog met drie over, dacht ik. We zijn nog met drie over. Max is ook wel een leuk idee. Ja, Max is ook inderdaad een goed idee. Oké, okay, let's go. We moeten even gadget. Oh, escape tot de Max. We zijn nu nog met drie Maxen over. Face, Pinda en ik. En, oeh. Het is allemaal zo close.
Oh, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Julian en Wilco, die blijven maar doorstrijden. Maar het lukt ze nog niet. En ja, we hebben het weer gehaald. We hebben het weer gehaald. We hebben weer een potje gewonnen. We zijn nu als laatste over. GG's. Ik heb Feest Timbo, die zijn dan nog zo meteen. Dan wordt dat het laatste potje. En hopelijk kunnen we dat potje dan nog even ownen. Misschien nog leuk om nog met één laatste knokken te doen. Met een andere knok als zeg maar 8. Wat zou dan leuk zijn? Dat je echt een knokker hebt die je kan escapen, zeg maar. Misschien is Search wel een leuke, want die kan met zijn gadget teleporteren. Dat is ook wel leuk. Oké, dan gaan we dan het allerlaatste potje van vandaag. Met dus in totaal 9 keer Search. Eens kijken hoe dat gaat. Ik moet natuurlijk met Face Timbo eventjes super halen. Face Timbo, doe nog maar een hit, jongen. Je mag nog een hit doen. Ik laat ze eerst allemaal een beetje bewegen. En dan gaan we in actie. Hier, boom! Hoppatee! Ik moet niet... Oh, hij heeft nu zijn teleport gebruikt. Maar het is wel handig om die search een beetje te laten leven. Voor onze super. Eentje eens kijken hier. Oh, no! Helaas dat niet. Helaas dat niet. Oké, kunnen hier even 3 hits doen. Ja, en dan kan ik daar nog iets doen. Ja, top. Dan hebben we nu onze super bijna weer. Ik kan even kijken of ik hier een kan pakken. Ja hoor, ik heb Wilco te pakken. Ja, nice. Zo, en dan nog... Ik wil hem even levend houden. Dan kan ik zo meteen weer makkelijker mijn super ophalen. Top! En Ice Piper, wat probeert die dan? Wat doe jij stoer dan? Oh! Ziek, ziek! Oh, hij maakt hem dood, hij maakt hem dood. Dat kan je beter niet doen, want dan is het weer lastig om super te krijgen. Ice Piper, wat een lucky bastard. Wat een lucky bastard. Hij is uiteindelijk nu wel... Ik ga voor Pindanoot. Oh, no! Ik heb hem net niet. Oké, we moeten nu weer even naar Face Timbo. Hij doet wel veel damage bij mij, dus hij moet wel iets rustiger aan doen. Oh, yo! Yo! Search is wel echt goed met zijn gadget, man. Search is echt goed met zijn gadget. Gaat langer dan verwacht. Oké, hier weer even wat hits. En dan ga ik even naar deze kant. Want ik zie dat hier de 2 zitten. Dan heb je natuurlijk wel... Oh! Jerry. Wat een lucky bastard ben jij. Oké, zo... Dan moet Timbo wel even uitkijken dat hij mij niet per ongeluk gaat killen. Hij moet nog 1 hit doen. En dan kunnen we hier misschien nu even eentje pakken. Ja! Oh no! Die... Oké, nou, die is nu dood. Oh, ik had hem wel. Ik had hem wel. En die heeft... Ja! Pinda feest dood. Hoppatee. Nice, dan heeft Pinda nood gewonnen. En Mike heeft ook gewonnen. GG's naar jullie. Dit was het laatste potje voor vandaag. Ik vond het een erg leuke minigame. Dus shout-out. Wie had hem ook weer bedacht? Ik moet eventjes die comment er weer bij pakken. Shout-out naar Chef Nicolas voor het bedenken van deze minigame. Of in ieder geval, hij had een beetje een idee gemaakt. En ik had hem doorontwikkeld. En uiteindelijk is dit eruit gekomen. Ik vond het erg leuk. Als jullie het ook leuk vonden, vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog achter te laten. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!